Yo, what's up mensen, iReleased A hier met vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En ja, vandaag ga ik eigenlijk vertellen een soort update van mijn kanaal. Wat ik aan het doen ben, wat ik zowel allemaal nu doe in mijn vrije tijd. En ja, eigenlijk gewoon een kleine kanaal update voor wat er gaat komen en dat soort dingetjes. Nou goed, we gaan eens beginnen. De gameplay, ja, het is Modern Warfare 3. Heel oldschool en ja, het is Call of Duty. Ik heb gezegd dat ik geen Black Ops zal spelen. En dat is ook zo, ik speel inderdaad ook geen Black Ops. Ik heb wel heel veel, Call of Duty Modern Warfare 3 gespeeld, want dat was wel gewoon een heel goed spel. En ja, daar heb ik toevallig nog een gameplay van liggen. Het is namelijk, en eigenlijk is het niet eens mijn gameplay, het is namelijk de gameplay van een vriend van mij, PanicNL. Met hem speelde ik altijd samen en ja, hier zie je gewoon een dikke gameplay van hem in zijn AK-47 Gold, bla. In ieder geval, dat is eigenlijk een beetje over de gameplay. Goed, nou, waar ga ik het vandaag eigenlijk over hebben? Eigenlijk over de dingen die ik nu zowel aan het doen ben en wat eigenlijk de plannen zijn voor mij om te gaan, doen in de komende tijd. Allereerst ga ik beginnen, nieuwe series. Zoals u zegt, zoals jullie misschien al gezien hebben, ik ben namelijk anders dan andere YouTube channels. Ik doe namelijk geen Black Ops, geen Black Ops zoals ik het noem, want ik vind het een scheidspel. Maar ik doe andere, ja, allerlei andere games. Bijvoorbeeld Crash Bandicoot heb ik nu op mijn kanaal staan, Crash Bandicoot. En elke zondag doe ik gewoon een random nieuwe game. Met bijvoorbeeld andere mensen erbij of alleen, je ziet het zelf wel. Maar ik speel elke zondag een random game. Dat heet namelijk ook de Random Sundays. En dat ben ik dus allemaal aan het doen. Goed, dat is eigenlijk het eerste wat ik het nieuws op mijn kanaal. Mijn FIFA carrière video's, die ga ik een stuk minder uploaden dan, ja, ik eerst van plan was. Eerst wilde ik elke week één keer doen. Maar, ik heb het heel druk op school. Ik heb niet zo heel super veel tijd en hij wordt niet echt ontvangen met open armen. Sommigen vinden het wel leuk. Maar hij wordt maar 22 keer bekeken en als de gameplay opnemen is drie kwartier. Dan moet ik hem nog renderen, dat duurt weer een half uur. Dan moet ik hem editen, dat duurt weer een uurtje. En dan moet ik hem weer renderen en inspreken en bla. Gewoon zoveel shit, zoveel moeite voor maar 22 likes of 22 views. Sorry mensen, weet je, ik wil niet gierig lopen doen om te kijken, maar... hopelijk begrijpen jullie wel dat het een beetje kut is om voor mij om het dan te doen. Goed, dan ga ik naar het volgende ding. Ja, ik ga het gewoon vertellen. De Daan, oftewel Arno Wins en ik, zijn van plan om misschien een Let's Race te gaan doen van Pokémon. Of het komt, weten we niet zeker. Het is wel een idee geweest om ons te doen. We gaan nog kijken wat de regels zijn en wat we gaan doen precies. Maar het is wel de bedoeling om het te gaan doen dus. En als hij het niet met mij samen wil doen, dan ga ik lekker in mijn eentje weer Pokémon spelen. Want ja, Pokémon blijft gewoon de shit. Pokémon blijft gewoon voor eeuwig. Pokémon is gewoon forever. Klaar. Dus Pokémon komt ook weer terug op mijn kanaal. Daarnaast, wat gaan we nog meer doen op mijn kanaal? Zoals je misschien vorige keer gezien hebt wat ik heb opgeloten. Ging vorige keer was mijn stem niet zo heel goed, mijn microfoon. Ik heb een nieuwe besteld. Dus dat komt ook weer goed. Maar wat doen we dan? 4-player co-op multiplayer games. Wat doe ik hiermee? We gaan samen met z'n vieren, oftewel Daan, Anno Wins. One Sec KO, hoe je het ook noemen wil. Ik, oftewel Irony Style, Dylan, hoe je het ook noemen wil. Lucas van Naturas Gaming. En CDG176, oftewel Celeste. We gaan samen met z'n vieren gaan we multiplayer games spelen en gewoon veel lol maken, want dat hebben we zeker. Aan het einde van al die video's komt eigenlijk altijd een montage van de leukste dingen die gebeurd zijn in de video's. En dat wordt opgeload op het kanaal van Naturas Gaming. Goed, dan kom ik eigenlijk het laatste punt, het belangrijkste punt waarom de titel ook over gaat. Een tweede kanaal. Wat bedoel ik hiermee? Ik heb een tweede kanaal gemaakt speciaal voor de anime liefhebbers. Ik zou vertellen, ik ben dus een gymleraar. Ik sport veel, ik kom veel buiten en... Als ik thuis ben, ben ik lekker aan het gamen en kijk vooral ook naar anime. Wat is anime? Anime zijn Japanse series. Het kan oplopen van, ja, van leeftijdsseries natuurlijk van 6 jaar tot ouder. Of ik kijk bijvoorbeeld ook series van 17 plus en 18 plus series. Kijk ik natuurlijk ook gewoon van anime. En het is gewoon de shit. Nou goed, wat doen anime's? Die maken AMV's. AMV, ik denk de meeste van jullie wel weten, AMV's een anime music video. Oftewel, gewoon een montage eigenlijk van de vette momenten. Uit anime's. En ik heb daar speciaal een kanaal voor gemaakt. Dat is namelijk Released AMV. Dat, in mijn subbox staat ook Released AMV. Waarom heb ik dat gedaan? Aangezien ik had er al 2-3 gemaakt. Die was goed ontvangen, goed bekeken. En die jongen in mijn klas zei: "Deel, waar zijn die AMV's? Maak er meer." En aangezien ik partner wilde worden, heb ik problemen gekregen met de copyright music. En daarom moest ik een nieuw kanaal maken. Dus dat gaat ook op mijn kanaal komen. Nou, niet dit kanaal, op het andere kanaal. Dus mensen, eigenlijk mijn vraag is: neem even kijken op het andere kanaal. Van Released AMV, reageer op de video, subscribe daar ook even, dat vind ik hartstikke chill, hartstikke aardig, want ja, misschien vind je het wel lekkere muziek, lekkere rockmuziek misschien, of gewoon leuk om te kijken hoe goed ik kan editen. Nou mensen, dit was eigenlijk de gameplay afgelopen, zoals je kunt zien. Ik heb verteld wat ik wilde vertellen,
een beetje een update van mijn kanaal wat er gaat komen. Ik hoop dat jullie er veel zin in hebben. Reageer wat jullie wel leuk zouden vinden op dit kanaal wat ik gezegd heb. En wat jullie misschien wat minder leuk zouden vinden. In ieder geval mensen, reageer. Een duimpje omhoog mag altijd. En ja, ik hoop dat het volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens en bedankt. Later.